De trainer van Excelsior heb ik bij me en die moet er denk ik de P in hebben als je zo vlak voor het einde van deze wedstrijd een overwinning nog weggeeft, Ricardo. Nou, dan druk je het nog zacht uit. Het is een wedstrijd die ik nooit meer vergeet. Om op zo'n amateuristische wijze in de hoek een bal te verliezen, hun counter in te leiden en de verdedigende fout achterin. Ja goed, dan schiet de woorden tekort. Ja, want als jullie hier hadden gewonnen, was er denk ik weinig op aan te merken geweest. Dankjewel dat je dat zegt, denk ik ook. We komen goed terug. Je hoort het publiek fluiten, dus iets deden we goed. Het had leuk geweest als je nog een 3-1 kan plaatsen, is de wedstrijd over. Maar je mag nooit in de verdedigende, in je restverdediging, zeker gezien de eerste goal, was precies hetzelfde, die fout maken, hè, in de hoek bij Jeff. En wat we achterin doen, ja, dat is schandalig. Is dat dan echt puur Van der Meer die dat aanrekent? Want dat is de man met de kop al de verkeerde kant op. Of gaat het daarvoor ook al fout? Daarvoor gaat het collectief fout. Je mag nooit door jouw balverlies hun counter inleiden. En dat is zeker zijn fout. Ja, want het gebeurt met, jullie hebben twee hoekschoppen op rij. Jullie zijn dan best met veel man ook naar voren nog. Ook dat. Maar je weet dat het regulier nog 1 minuut te gaan is. En dan mag je nooit zo'n disciplinefout maken. Om weer hun counter in te leiden. En ja, het regent persoonlijke fouten in verdedigend opzicht. En daar ben ik heel, heel ziek van. Weegt dit al het positieve weg? Want jullie hebben vanavond hier, zeker als het vergelijkt met in de oefencampagne toen jullie hier speelden, een heel andere Excelsior hebben gezien. Nee, je moet geen verontschuldigingen zoeken. Wij willen eerste worden, wij willen promoveren. We hebben de wedstrijd in de knip, want het is nog 1 minuut te gaan. Dan moet je dit soort wedstrijden killen en dan mag je geen verdedigende fouten maken. En de discipline en de persoonlijke fout mag niet. En het gebeurt gewoon weer, net als bij Telstar uit. Mendes Moreira, lijkt me dat je wel erg tevreden over bent hoe hij het heeft ingevuld. Nee, dit is zijn werk. Kijk, voorin wordt het verschil gemaakt door de spitsen. En achterin zijn de redders die het dicht houden. Je wisselt Omarsson halverwege, hè? Daarvoor komt Mendes Moreira erin. Licht toe. Nou, Omarsson brengt op dit moment gewoon te weinig. Hij wordt natuurlijk ook te weinig in stelling gebracht. Ik vind Joël veel, veel dreigender als centrumspits dan op links. En Achie heeft al de laatste wedstrijd tegen Helmondsport de wedstrijd gedraaid met zijn goal. We weten waar hij toen in staat. Hij heeft heel de voorbaan in gespeeld. En ja goed, twee goals uit het boekje zeg maar. Beetje geluk. Maar Omarsson brengt op dit moment te weinig. Daarvoor hebben we concurrentie met Valpoort en Meijer. En dan mogen ze het lekker voor hun uitzoeken wie speelt. Je had het voorafgaand aan deze wedstrijd over mentale hardheid, mentale weerbaarheid bij je ploeg ten opzichte van die oefenwedstrijd die je hier zag, waarbij dat er niet was. Is zo'n laatste moment, is dat ook weer een voorbeeld daarvan, dat jouw team daarin toch nog niet is waar je het wil? Ja, je mag geen persoonlijke fouten maken. Daar word je voor betaald. Het verschil zit achterin en voorin. Er zit nu nog heel veel emotie op bij je, want we zitten echt vlak na de wedstrijd, maar gaat dit gevolgen dan ook hebben? Alles heeft gevolgen. Ja, maar je begrijpt waar ik op doel, ja, natuurlijk. Het gaat om de club. Het gaat niet om persoon, het gaat niet om mij. Kijk, jij moet als favoriete team moet je gewoon soeverein zijn in elke positie. En deze nederlaag, zo zie ik het eigenlijk, want een gelijkspel bij ons staat gelijk aan de nederlaag. Die zal ik niet vergeten, zeker de manier waarop. De groep had een succesbeleving nodig, zeker in zo'n entourage. Die hadden we in de knip. En dan moet je toch weer van vooraf aan beginnen.